Goedemorgen mannen, kom binnen. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen. Nou, goeiedag, ik ben John. Ik werk in de Hengel Sportzaak. Ik werk hier nu 24 jaar. Dus ja, en ik heb best wel wat ervaring in allerlei soorten visserijen. Achter hier, daar zie je een fotootje van de eerste eigenaar, laat maar zeggen, van deze zaak. Die goede man die is overleden. Dat was een hele moeilijke vent, dat is zeker waar. Maar ja, dat zijn al je bazen natuurlijk. En zijn vrouw heeft het ja, een soort van ons overgelaten. Want wij, ja, wij deden de zaak altijd al, samen Denise en ik. En wij mogen zo doorgaan. Zolang het goed gaat, is het goed. Je praat hier met drie jongens die vrijwel niks weten over vissen. Mm-hmm. Als je het over visserij hebt, dan heb je het over een soort het genre waar je in vist, ja, of zo. Ja, ja, precies. Okay. Ja. Je hebt, laat maar zeggen, vier soorten echt. Dat is karperen, witvis, zeevissen en dan ja, eigenlijk strandvissen. Wat vis je zelf? Ja, eigenlijk alles. Dat is ook wel vervelend hoor. Daarom ben ik ook twee keer gescheiden natuurlijk. Gelukkig geen kinderen. Dus. Nou, maar ja, vissen is gewoon een passie voor mij. Ook mijn werk. Ja, is gewoon een passie. De meeste vissen met twee hengels. Dan heb je nog van die alarmpjes zijn dat. Dat zijn ja, optonics of piepers noemen ze dat dan. Daar leg je je hengels op. Om een standaard. Nou, en dan wacht je tot die piepertjes afgaan. Dan heb je een aanbeet. Dus dan spring je je teentje uit. En dan ga je drillen. En dan hopelijk vang je dan een hele grote vis. Dit is bijvoorbeeld een telescoophengeltje. Nou, dit kan je heel klein maken. Dus dit kan je ook bijvoorbeeld in je koffertje meenemen als je op vakantie gaat. En dit soort setjes zijn er echt niet zo duur. Ze zijn rond de 4, 5 tientjes. Maar hier kan je alles een beetje mee doen. Dit is dan het molietje. Dus je doet gewoon de lijn. Doe je door de oogjes heen. Ja. En dan kan je dus dan kan je gewoon lekker gaan vissen. Met een dobbertje of met een loodje of met een kunstaasje. Ze worden steeds mooier als ze die kant op gaan. Ja, eigenlijk wel hè. Ja. Die rood met wit is heel mooi. Of je ogen worden steeds slechter. Ja, dat kan natuurlijk. Dit is 707 euro. Atza. En ik heb er twee. Ja. En waarom heb je er dan twee? Nou, dat is ook weer iets autistisch. Ja, je wil een blauwe en een rode. Nee, ik wil twee rode gewoon. Okay. Het moet allemaal strak staan, gewoon. Alles moet gewoon. Oh, want je vist met twee, natuurlijk. Ja, ja, oké. Okay. Dus je hebt twee hengels, ook twee dezelfde molens, twee dezelfde lijnen. Ja, dat kan niet eentje net anders zijn, nee, natuurlijk. Nee. Nee. Nou, je hebt nou net alle hengels gezien, die strandhengels, laat maar zeggen. Dan heb je hier allemaal reishengeltjes, dus als je op vakantie gaat. Ja. Spinhengeltjes, karper. Spulletjes, allemaal haakjes, loodjes, tangetjes, alles heb je hier. Dus ja, het is gewoon helemaal compleet. Niet lullig bedoeld, als in, kijk, het is niet mijn passie, dus dan soms als je naar een andere hobby kijkt, dan zit je van waarom doe je dit of zo, weet je? Ja, het is een soort, ik denk ook een soort jachtinstinct of zo, dat het nog steeds in je zit om achter iets aan te gaan of zo, wat je kan vangen. Dan heb je een soort trofee of zo. Ik weet het niet, dat is heel geks. Want ik doe ook bijvoorbeeld in Suriname, daar ben ik ook geweest. In de Amazone en dan twee weken in de jungle, in een hangmat. En alleen maar de meest gekke soort vissen vangen. Dit is dan zo'n roodstaartmeerval. Dat is wel heel kick inderdaad. Ja, maar dat is zo vet. Je hebt dan ook de kubi, dat is die daar zo. Een soort snoekbaars, alleen dan ja, de Surinaamse rivieren. Ja. Ook een prachtige vis. Kijk, en dat dan, dat is kabeljauw, die eerste foto. Helemaal linksboven. Dit was dan in IJsland. En dit is hier gewoon in Nederland. Dat is een snoek. Ik zwem bijvoorbeeld wel eens bij de rotten. Of wij zwemmen dan bij koolhaven. Daar zit dit gewoon ook. Ja. Er zitten nog veel grotere. Bij de koolhaven zwemmen die. Die meer. Christus. Dit? Ja. Ja. Bij de koolhaven zwemmen deze vissen. Ja. Hoe hoog zwemmen die? Nou, die kunnen je gewoon bijten, hè. Ja. Nou, echt, ik zweer het je.
Dus als je nou eens lekker wat aan je benen voelt, dan... Je hebt het wel echt verpest misschien deze zomer voor mij. Echt waar. Holy shit. Ah, Piet de Piet. Goeiedag. Hallo. Dat is echt schilderijwaardig. Kijk, mooi, hè? Dit ben jij. Dat ben ik. Dat is mijn maat, zie je het? Hartstikke mooie foto's. En dus dit is je vaste stek, hier dit haal je is mijn je vaste stek, hier kom ik altijd. Natuurlijk, ik woon hier net achter, dus lekker dichtbij. Kijk, hier kom ik altijd mijn spulletjes halen, wat ik nodig heb. Wat vis je? Ik vis op witvis. Meestal brazen en zelten. De laatste tijd was de zelten heel erg goed met visvangsten. Is heel gers. Waar ben je mee begonnen? Met een bamboehengeltje. Wat is dat? Bamboehengeltje. Ja, een bamboehengeltje. Oh ja, precies. Dat is een bamboehengeltje. Zo ben ik bij begonnen met die busjes, trikkapere busjes. Nou, bedankt hè. Maar goed, hier ben ik mee begonnen met een bamboehengeltje. Toen gingen we alle boerenlulletjes vangen. Had ik nog een speld. Dat heb ik omgebogen als haak. En daar deden we zeg maar brood op. En toen gingen we die boerenlulletjes vangen. En ik leef ideaal, wat geeft het allemaal? Ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein haal. Want er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland. Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Nou, je kan er wel achter, kan je ook nog wel even kijken. Kijk, hier heb je allemaal maaien. Ah, ja, daar ga ik niet lekker op. Ah, jongen, schijnt dat eruit, man. Ja, joh. Dit zijn maaien. Ja. Moet je zien? Nee. Dit zijn dan die zeepieren. Oeh. Nou, dit zit allemaal in zout water. Wauw. Dus dan hou je ze gewoon goed. En dan heb je aan deze kant heb je dan zagers. Dat is ook voor het zeevissen. Gadverdamme. Ja, sorry, ik vind het echt sick. Ook heel sick, maar ik... En je wou vissen, toch? Ja, dit zou ik dus heel lastig vinden. Nou, dit is een spoelmachine. Wat voor lijn zet je erop? Een gevlochten lijn. Waar ik het over had, totaal geen rek heeft. En verschrikkelijk sterk is. Als je soms heb je niet zo heel veel nodig, dan kan je hem nog opvullen met een nylon. Maar zeker als je dus op zee bent of zoiets, ja, moet je gewoon zorgen dat je genoeg altijd lijn erop hebt zitten. Want die zal niet eventjes naar de winkel kennen. Nou, en ik kom met mijn gedachten, kan ik dit spoeltje laten bewegen. Ja. Zie je dat? Dat is niet normaal. Hoe denk je dat zo'n zaak als dit nog kan bestaan in het straatbeeld? Van... Ja, het is heel moeilijk en dat meen ik echt serieus hoor. Zeker in dit soort wijken. En vissen is toch echt wel meer voor de echte Nederlanders, laat maar zeggen. Weet je, de echte Hollanders. En dat is toch wel hier, wordt dat allemaal steeds minder. Dus ja, je moet het echt goed hebben van service. En natuurlijk bepaalde visserijen. Want net als wij doen heel veel vissen in Noorwegen en IJsland. Doen we ook, we hebben echt alles daarvan. Dus mensen komen ook vanuit Zwolle bijvoorbeeld een keertje, komen ze gewoon hier naartoe om spullen te halen. Wil je heel lang in deze winkel blijven werken, ook als passie? Of hoe zie je de toekomst voor je, zeg maar? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, het is natuurlijk net zo'n speciaalzaak. Het is al moeilijk en er staat echt wel een kapitaaltje, staat er zo, hier zo. Dus om dat dan over te nemen ook bijvoorbeeld, nou dat is best lastig. Dus, en er zijn best wel constructies hoor, weet je wel, dat op een gegeven moment... zou kunnen dat ik het waarschijnlijk of zou kunnen overnemen. Maar ja, dat weet je toch niet. Ja. Dat moet de tijd blijken natuurlijk. Nou heren, ik wil jullie bedanken voor de speciale aandacht die jullie geven aan de speciaalzaken. Ik zou zeggen van tot ziens. Goed werk. Vissen, je bijt wiet.